Ja, waar moet ik beginnen? Ja, een beetje achtergrondinformatie, maar gaat niet te lang houden natuurlijk. Twee jaar geleden, 2014, weet je wel, als je aan voet slaapt, zo, heb je zo'n kribbelig gevoel, dat snel weggaat als je zo doet. Dat kreeg ik hier in mijn hand. Ja, ik dacht, dat gaat zelfs wel weg, maar dat bleef. Dat bleef en dat bleef. Op een gegeven moment nam ik een bord vast en die viel uit mijn handen. Oei, zei ik, dan moet ik voor laten bidden. En ik ging toen naar de river, in de tijd, 2014, in Hasselt, en voor laten bidden, dat ging maar niet weg, dat ging maar niet weg. Een maand, twee maanden, op een gegeven moment liet ik bidden en dat was weg. Halleluja, ik een getuige in de gemeente, ik zeg, ik dank God voor mijn handen is genezen. En die smeerlap, die vijand gelijk mee uitgehoord hebben, die was naar hier gekomen, aan mijn elleboog. Dus hier had ik niks meer en mijn elleboog had ik pijn, aan die knook hier. En ik naar de dokter heeft een onderzoek gedaan, en zegt, je moet laten opereren. Ik zeg, ik zal zien, de pijn gaat al weg. Maar die pijn die bleef, en vooral als ik iets moest heffen. En toen ben ik terug naar de dokter gegaan, wat heeft hij gedaan? Die heeft mij cortisone gespoten. En toen de cortisone was uitgewerkt, pijn was teruggekomen. Hoeveel pijn op 10? 0 is niks, 10 is maximaal. Pak een, als ik stil was niet, maar als ik iets hof, pak een 7, 8 op 10. Wow. Ongeveer. Ik kom hier 3 weken geleden. En ja, ik kwam naar voren, ook voor genezing. En daar werd gebeden voor mij. En eerst was de pijn niet weg. Daarna, Paul zegt, gelijk nu, hoeveel op 10? Toen ging het van 8 naar 3, 4, op laatste naar 2. En nu, halleluja, God is goed. Ik ben terug begonnen met sporten. Vroeger heb ik een gevechtsport gedaan. En daar ben ik terug mee begonnen. En ik heb totaal geen last meer. En eergisteren, vrijdag, moest ik naar Nederland gaan voor mijn werk. En ik moest een zware radiator opheffen, zonder pijn. Maar ik was er nog nooit geweest. En in de auto, die jongens, die waren bezig. Zwaar werk, je gaat van kop tot teen pijn hebben, niemand kan dat aan, dit en dat. En ik kwam eraan. Dat was echt zo, ik kan het niet geloven. Hè. En dus die andere moest dan dat zware werk doen en zei, jij kom naar hier en ik moest inbinden. Ik zei, ik ga dat maar doen, wat ze me vragen. Hè. Ik heb daar de hele dag ingebonden. Maar ondertussen heb ik die man daar even geholpen. Ik had totaal geen pijn. Dus ik ben nu al 3 weken, 2 keer per week in trainen. Wow. Totaal niet bij meer dan ik kon dat daarvoor. Ik had nog niet gezien dat iemand vertelde dat je daar achterin push-ups aan het doen was. Ja, dat is fijn.